Ja, ik weet niet of jij het weet, maar jij staat dus... Je staat dus met een schroevendraaier en een band prima, hoor. Ben je... Ja, uitzicht, joh. Ja. Hallo, jongens. Jullie zijn... nou, je hoeft niet te kijken. Je staat met de schroevendraaier vreselijk in de band. Je staat hier gewoon met je technisch te doen. Is hij technisch? Ja, onwijs. Onwijs technisch. Ja. Hey, jongens, ik hoef niks te vragen wat jullie zijn. Jullie werken in een garage. Ja. Wat is dat voor soort garage? ANWB goedgekeurd? Of is nee, die verkopen oude wrakken. Die knappen dan een beetje op. En dan, beetje tactieler aan de onderkant, een beetje rottigheid. Je spuit, wegwerken. Schoonmaken en dan verkopen. Je spuit ook erbij? Je spuit er ook bij, ja. Goh, wat geinig zeg. Ja. Hey, en die druk je dan weer weg tegen een leuke prijs? Die druk er gewoon... Ja. En wat doe jij met die banden dan? Wat is dat dan? Nou, weet je, mensen rijden tegenwoordig echt met gladde banden. Dat kan niet. Bij bijna iedereen met gladde banden. Dus ik maak wat profiel erin. Ja, weet je wat dat is een goeie. Maar ze kunnen ze in het asfaltprofiel maken, dan kun je gewoon met gladde banden rijden. Dat zou veel beter zijn eigenlijk. Hé, hey, maar zo zijn je aan het rommelen. Eigenlijk oude auto's een beetje aan het doen. Een beetje opknappen en dan voor een mooi prijsje verkopen. Ja. Wat moet deze nou opbrengen zo? Het staat rondom goed op zijn bandjes, dacht ik, hè? 5.000 gulden, mag ik hem zo meenemen? Ja. Gelijk meenemen. 5.000 gulden, dat is wel een mooie prijs. Ja. Daar gaan we over praten, maar waar ik eigenlijk nog veel meer over kon praten is over jullie muzikaliteit. Want ik hoorde, je moet bij die gasten langs in die garage, want die zijn muzikaal, die kunnen zingen. Nou zie ik je zo staan, dus ik denk van ben bij het verkeerde adres. Lijkt nergens op, inderdaad. Nee. Wat wil je gaan doen dan, jij? Ik wil wel een nummer gaan zingen. Jij wil een nummer gaan zingen? Ja. Doe je het mee? Ja, dat is goed. Moet ook klinken natuurlijk. Wat gaan we doen? Wie ga je doen dan? Ik ga Mick Jagger nadoen. Mick Jagger? Ja. Hé, hey, zal ik Bowie doen dan? Nee. Mick Jagger en David Bowie is wel een wat gek liedje natuurlijk. Ja. Heb ik wel bij me ook. Van die videoclip bedoel je? Ja, die van nou, vergeet die troepen van jongens. Dan gaan we eventjes kijken in deze kar of we dat hebben. Mick Jagger en David Bowie. Perfect. Hey, heb je ook die dikke lippen van Mick Jagger een beetje? Dus kijk, doe eens. Ja, absoluut. Ja. Dat is leuk. Dat doet hij goed, ja. Dat is beter, die gedoe met die band, want dat leek nergens op. Dit is meer David Bowie, dacht ik, hè? Ja, dat vind ik wel leuk. Dat vind je wel leuk. David Bowie heeft elke keer wat anders, hè. Je haar moet natuurlijk helemaal geblondeerd en opgespoten, ingelikt, weet ik veel wat. En ja, dat is wat gebeurt van alles natuurlijk. En wat moet jij aan dan? Een groen blouseje met een zwarte broek. Is dat van de videoclip, geloof ik, hè? En dan moet je ook zo dansen. Moet ik ook zo gek doen. Dansen zo als monteur? Ja, goed. Ja, als monteur is geen gezicht, dat zie je nou al. Hey, maar misschien als Mick Jagger wel, want die groene blouse die heb ik vanzelfsprekend. Moet je eens even kijken, dat heb ik meegenomen, alsjeblieft. Hey jongens, vergeet die garage, vergeet die gladde banden maar, want jullie gaan als laatste kandidaten de showbusiness in. Veel succes! Ja. Okay, Tokyo! South America! Chance for folks to meet. They'll be laughing and swinging and music singing. Dancing in the street. What Philadelphia today? Dancing in the street. Baltimore and DC now. Dancing in the street. Well, don't forget to Motor City. Dancing in the street. In the streets of Brazil. Back in the USSR. Don't matter where you are, dancing in the street. Well, all we need is music.
Een beetje weer huppelen, hè? Ja. Zo, jongens, ik zie je nog staan in die garage, zeg. Hey. Niet te geloven. Barry Stevens, we gaan het rijtje even. Ja, twee heel grote popsymbolen die miljoenen guldens waard zijn. Als dat naast elkaar staat, ik zat er net over te denken. Voor mij had die self-spot nog meer uit kunnen komen. Wat dat Engelse volk toch dan met zichzelf veel doet. Mm-hmm. Maar ik vind dat jullie een heel goed, voortreffelijk in elkaar gezet act hebben. Jullie hebben heel goed naar de video gekeken. Ik zou het ook met andere dingen ook willen zien en kijken of jullie een soort hele act zou kunnen maken. Maar in ieder geval heel veel succes. Goed, dankjewel. Belinda. Zie jij Rob dit al doen ook zo, of niet? Ik zie dit Rob iedere avond doen, lieve schat. Oh, neem je kwalijk. Ik vind dit gewoon... Ja, ik bedoel op de bühne. Ik werd dus nu vreselijk wakker, dat voel je wel. Ja, absoluut. Nee, het zijn twee gigantische karakters die je daar even moet neerzetten. Dat gaat niet alleen om stemmen, hoewel die stemmen ontzettend goed waren, heel erg erop leken. Ik vond het dat jullie behoorlijk dicht in de buurt kwamen, maar ik ben waanzinnig benieuwd naar wat je eigenlijk doet als je zelf bezig bent. Oké, dankjewel. Ruud Bos. Ik heb er ontzettend veel plezier aan beleefd. Ook die videoclip, die twee heren op leeftijd die toch als een stel jonge honden tekeer gaan. Dat heb ik hier ook aangezien. Ik heb me erg geamuseerd. Dankjewel. Dankjewel, Ruud. En zeg, dan komen we naar het laatste. Ja, ik zag twee jonge honden, een voortreffelijke opkomst, een hele sterke inzet. Naarmate het nummer vorderde, vond ik dat de spanning wat wegviel en raakte ik iets minder geboeid. Ja, ja. Nou, dat komt. Nou, dat heb ik met jouw opkomst ook altijd een beetje, moet ik zeggen. Ja, nou, dat begrijp je. Hey, goed gedaan, jongens. Fantastisch. Laatste kandidaten, Mick Jagger en David Bowie.